Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Leuk dat u weer kijkt naar Excelsior 31 TV. Komende donderdag is het zover. Dan speelt Excelsior 31 in de Toto KNVB-beker tegen FC Utrecht. Jan van Sta speelde in het verleden in totaal 177 eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht, waarin hij 24 keer scoorde. Momenteel is hij analist bij RTV Oost. We zochten hem op in de studio in Hengelo. Ja, goed, ik ben daar natuurlijk geboren in het Utrechtse en opgegroeid en ook gespeeld. Aanvoerder geweest en van alles gedaan. Dus het is voor mij een speciale wedstrijd altijd. En als ze dan deze kant op komen, dan is het wel heel leuk om die jongens weer een keer te zien. Dus het is een beladen wedstrijd, hè, voor Excelsior sowieso een mooie uitdaging. Veel poespas over het licht al gehad. En als dan Utrecht komt, een van de subtoppers in Nederland, dan is het toch een geweldige bekerloting. Hoe was je periode in Utrecht? Want ja, dat is natuurlijk wel een periode geweest, daar ook voetballen geweest. Hoe was dat? Ja, weet je wat het is? Je groeit daarop. Ik speelde natuurlijk al bij DOS, en voorloper van Utrecht. En dan speel je al bij een betaalde club. Ja, op het moment dat je 17, 18 wordt en je wordt gevraagd bij Utrecht om te spelen. Ja, dan gaat het zo snel. En dan speel je binnen no time met mensen waar je altijd tegenop gekeken hebt. En waar je voor naar het stadion ging. Ja, dat kan je niet bedenken als je jeugdspeler bent. Maar dat kan dus gebeuren. Als je talentvol bent, anderen zagen dat erin. En gelukkig heb ik daar 8 jaar kunnen en mogen spelen. Maar een geweldige periode. Grote spelers, Europees voetbal, aanvoerder geweest. Dus ja, wat dat betreft heb ik daar wel een binding mee. En nog steeds, hè? En met name mijn zoon is Utrecht fan. Dus die gaat ook sowieso donderdag meekomen. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Volgt u ze nog? Want ja, voetballiefhebber natuurlijk hier ook bij RTV Oost. Alle clubs in de regio die op de voet gevolgd worden. FC Utrecht ook nog een beetje? Ja, wat ze wel altijd goed doen. Het is niet een promo van Utrecht. Maar bijvoorbeeld, ik val dan onder de Legends. Dat ze altijd uitnodigen. Dat je altijd de Forza krijgt. De supportersverenigingen die je bellen. Uitnodigen voor wedstrijden. En dat is wel heel leuk. En niet alleen omdat ze altijd zie je natuurlijk in de Eredivisie. Omdat wij ze moeten volgen. Maar dat heeft wel te maken. Kijk, Willem Jansen speelt er bijvoorbeeld. Die heb ik jaren bij Twente begeleid. Als een van de spelers. Maar dat is natuurlijk altijd extra. Jordi Zuidam, die daar technisch directeur is. Ja, die had ik bij Go Ahead nog als speler. Dus ja, wat dat betreft blijft die binding altijd. Maar het wereldje is heel klein. En ik heb natuurlijk altijd een goed gevoel daarbij. Nou zijn we natuurlijk de underdog in Reizen en dat is niet erg. Nou heeft u ook genoeg wedstrijden gespeeld, ook in de beker op hoog niveau. Hoe is dat om als underdog zo'n wedstrijd in te gaan? Nou ja, we hebben het heel vaak over dat je zegt van je hebt niks te verliezen. Natuurlijk heb je wat te verliezen, want je wil altijd een goed mogelijk resultaat boeken. Nou goed, je hoopt altijd dat de tegenstander denkt van nou ja, de amateurclub en het zal wel meevallen. Dat is een beetje onderschatten, want daar zit natuurlijk het gevaar altijd in. En op eigen plein, vooral als de entourage een beetje meedoet en je komt voor, dat kan zomaar een keer gebeuren. Maar de kwaliteiten van Utrecht zijn gewoon groot en dat hebben we niet alleen in de competitie gezien. Maar wil je stunten, ja, dan moet je zeker de beginfase goed doorkomen. Want hoe langer het dan ook maar zeg maar gelijk zou blijven, 0-0, 1-1, ja, dan heb je altijd kansen tegen dit soort ploegen. En je weet dan ook niet of ze met de volledige selectie komen. Hè. Geven ze wat mensen rust? Zijn er wat kleine blessuretjes? Maar ze hebben een brede selectie, dus ik verwacht gewoon een volledig Utrecht. En Utrecht kennende is een cupfighter. Hè. Die willen ver komen. Dat zijn ze ook verplicht aan hun achterban. Dus het wordt gewoon een hele lastige en zware wedstrijd. Maar goed, dan vertel ik niks nieuws. Nou zijn er wat spelers bij Excelsior die voor u ook bekend zullen zijn, ook van de periode bij FC Twente. Welke spelers zijn dat? Nou ja, met name, kijk, ik heb het altijd over Penteman, omdat Penteman, kijk of hij dan altijd speelt nu, dat is dan nog een vraagteken. Maar dat zijn natuurlijk de meest opvallende spelers, omdat die altijd scoren. Overal waar hij gespeeld heeft, scoren ze. Nu zijn ze in een afdeling hoger gegaan afgelopen seizoen, of dit seizoen. Ja, dan wordt het voor dit soort spelers ook alweer lastig om zeg maar weer aan te klampen. Maar ja, het is gewoon overleven in deze afdeling voor Excelsior 31. Nou, dat hebben ze zeker in de uitwedstrijden hebben ze dat al goed gedaan. Thuis is het toch wat moeizamer, omdat je vaak het spel moet maken. En tegen Utrecht zal het niet anders zijn. Tegen Utrecht hoef je het spel niet te maken. Dan kan je loeren op de counter. Maar kijk, de spelers die een achtergrond hebben bij Twente, die goed opgeleid zijn, daar maakt Excelsior 31 al jaren gebruik van. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel een goede graadmeter is om te kijken hoe goed zijn we nou. Nou, noemen we Penteman als voorbeeld. Is het iemand die dan ook echt die wedstrijd ingaat met de wil om te winnen? Of is het dan toch een beetje achteroverleunen, een beetje tegenhouden en hopen op het beste? Nou, als ik hem zo, we hebben hem wel eens aan de tafel gehad. Kijk, hij is wel een echte winnaar. En hij zal er wel alles aan doen. Hij wees wel realistisch door te zeggen, we gaan niet frankenvrij tegen Utrecht aanvallen. En we gaan nou maar eens achter 1-op-1 spelen. Dat zal hij zeker niet prediken. Maar dat zal heel Excelsior niet doen. Want normaal gesproken ben je dan kansloos. Maar je moet eerst tegenhouden. Je moet eerst zorgen dat je niet gelijk al uit de wedstrijd gespeeld wordt. En dat zal de opdracht in eerste instantie zijn. Maar stunten tegen Utrecht, dat kan alleen maar heel gedisciplineerd. En dan hoop je dat je zelf een goede dag hebt en die anderen wat minder. Maar daar zit met name de verrassing.
verrassingseffect in. En als je daarna gaat kijken naar bekeruitslagen. Ja, het is niks op kunstgras ook nog eens een keer, hè? Ja. Heb je ook nog mee te maken. Utrecht is natuurlijk niet altijd een ploeg die graag op kunstgras speelt. We hebben ze afgelopen week tegen Sparta weer gezien. Dat is toch anders dan dat je op het gras tegen Utrecht speelt. En uit of thuis is Utrecht ook wel een verschil. Maar het is gewoon een loeizware wedstrijd. Nou heeft Excelsior de laatste weken nogal moeite in de derde divisie. Om toch de puntjes bij elkaar te sprokkelen. Een paar keer lullig verloren ook. Een paar rode kaartjes die er misschien mee te maken hebben. Speelt dat nog mee donderdag? Nee, kijk, bekerwedstrijden, dat zijn wel wedstrijden op zich. Het gaat eenmalig, het is doorgaan of afhaken. Nou, dat bepaalt zometeen in die wedstrijd, hè, want je moet het ook niet groter maken. Maar het is wel een grote wedstrijd. Ik denk dat er met name heel veel publiek op af zal komen. Dat zal voor Excelsior ook weer nieuw zijn nu. En dat je dan niet de favoriet, normaal, hè, vorig jaar was je natuurlijk de favoriet, dit jaar wat minder. Maar tegen Utrecht ben je de favoriet niet. Dan moet je gewoon zorgen dat je in het begin de wedstrijd goed doorkomt. En stiekem loeren op de counter, want dat zal toch het geheim zijn. Ik denk niet dat je zoveel sterker bent dat je op de helft van Utrecht zal gaan spelen. Excelsior 31 dan, die krijgt Utrecht op bezoek. Ja, in Rijssen. 1-7 wordt dat, Jan. 1-7. Nou, die jongens staan nou te filmen. Nee, ik moet natuurlijk een beetje diplomatiek zijn. Ik zeg 1-5. Ja, nou ja, dan heb je toch goed gedaan. Dan leg je er wel uit, maar dan heb je het toch goed gedaan. Denk ik. Utrecht gewoon een sterke selectie en een prima elftal. Ze moeten gewoon gaan genieten in Rijssen. Het is een wereldwedstrijd. Ja, wij ook. Wij gaan die wedstrijd doen. Nee, maar het is gewoon een hele leuke wedstrijd. Ja, joh, heerlijk man. Heel leuk en Excelsior kan ook heel aardig voetballen. Je hebt toch niks te verliezen. Nee, leuk. Hartelijk welkom. Dan mochten we net aanwezig zijn bij de radioopname, waarvoor dank nog. En daar hoorde ik u zeggen, ja, 5-1 of 1-5 in dit geval dan. En dat is geen schande. Wat is de voorspelling nu? We zijn nu 20 minuten later nog steeds 1-5. Ja, ik zou nog niet 5-1 zeggen. Nee, maar gewoon realisme. Dat je zegt van oké, kijk, ik hoop dat het heel lang 0-0 of 1-1 zal blijven. Of dat Excelsior een keer voor zal komen dat het een echte wedstrijd wordt. Want iedereen hoopt op een echte wedstrijd. Nou, het kan ook heel snel al beslist zijn. Hè, dat je na 20 minuten al denkt van scheid er maar mee uit. Daar moet je voor waken. Want dan is de teleurstelling groot. Want iedereen verwacht toch een hele lekkere wedstrijd. En ik kijk er naar uit. Jullie kijken er ook waarschijnlijk naar uit. Maar ik denk dat de hele regio er naar uitkijkt. Als Utrecht op visite gaat komen. In de hoop dat die stunt gaat plaatsvinden. En waarom niet, hè? Nou zei u net van FC Utrecht Cupfighter. Wij mogen ook niet klagen. De wedstrijden die we hebben gespeeld hebben we redelijk goed afgesloten. Dus we hebben nog kans, toch? Ja, je hebt altijd kans. Je moet ook niet op voorhand zeggen, we gaan het niet winnen. Maar je weet wel, in verhouding, als je zegt van een derde divisieclub tegen een eredivisieclub, die ook nog in goede doen is. Hè? Want Utrecht heeft echt wel een hele sterke selectie bij elkaar. En die kunnen gewoon echt individueel spelen. Maar die hebben ook nog heel veel fysiek. Ze hebben veel power met name. En daar ben ik het meest bang voor. Als ze tegen dat soort ploegen spelen, dat je daar ondersteboven gelopen wordt. Maar het wordt gewoon een hele mooie wedstrijd. En ik denk ook een hele fantastische entourage. En u bent erbij? Ik ben er zeker bij. Wij zijn er namens Oost bij. Bert Verlossen en ik gaan het verslag doen. Maar het is wel heel leuk om ploegen te zien die toch een warm hart toedragen. Uw zoon is er ook, zei u net. Op de thuistribune of toch in het uitvak? Nee, die gaat op de eigen tribune. Want ja, we moeten wel kaarten regelen natuurlijk. Hè? Want natuurlijk. Nee, die gaat mee, want die hoort daarbij. Want die is echt een supporter. Maar goed, die kan wel kritisch kijken. Maar die hoopt natuurlijk ook dat hij een goed Utrecht ziet. En dat is logisch. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als de beste wint, nou, dan heeft hij daar wel vrede mee. Als underdog zijn Excelsior, wanneer is zo'n avond nou geslaagd voor Excelsior 31? Als je de mensen vermaakt hebt en een echte wedstrijd hebt gespeeld. En een ongeachte uitslag. Natuurlijk, als je vanuit dat perspectief kijkt, dan zeg je van dan wil je graag de volgende ronde halen. Maar op voorhand dan zeg je van het is financieel aantrekkelijk. Het is voor de sponsors goed om bij elkaar te komen. Maar je moet je gezicht laten zien. En dat kan tegen Utrecht, hè, want die geven je ook vaak wel de ruimte om te voetballen. Ja, en hoeveel lef heb je dan in die wedstrijd? Maar het wordt wel een geslaagde avond als je met name gewoon een lekkere wedstrijd gaat zien. En daar hoop ik dan maar op. Nou hebben we een aantal jongens in het eerste lopen die veel ervaring hebben. Ook al wel. Nou, bijvoorbeeld een Penteman waar we het net over hadden. We hebben ook veel jonge jongens. Stefan Maan noem ik, Stijn Beverdam. Kijk, of ze spelen, dat weten we natuurlijk niet. Maar wat zou u nou als ervaringsdeskundige tegen die jongens willen zeggen? Dat je jezelf niet voorbij moet lopen. En we hebben het heel vaak in grote wedstrijden, wil je laten zien. Maar het gaat om het teambelang. Het gaat erom dat je als ploeg functioneert. En dan, als je eenmaal functioneert als ploeg, kan je er bovenuit steken. Maar als je dus denkt van, ik moet even mijn kunstje laten zien. Moet je juist tegen conditioneel betere ploegen niet doen. Je moet gewoon zorgen dat je vanuit de discipline kan spelen. En dan kan je misschien wel een keer voor een stunt zorgen. Want ja, in de beker hoopt eigenlijk toch iedereen dat er ergens een keer op zo'n veld gestunt gaat worden. Nou, wie weet gebeurt het in Rijssen. De bal is rond. Jan van Staan, bedankt en tot aanstaande donderdag. Graag gedaan. Tot donderdag en veel succes alvast. Het bekerduel tegen FC Utrecht start komende donderdag om 6:30. Hier kijken we met z'n allen natuurlijk ontzettend naar uit. In verband met deze wedstrijd zult u extra uitzendingen van ons zien komende dagen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende uitzending.
Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.